zaterdagavond. U kunt geen kant meer op. Zeppen is zinloos. Dit is Kopspijkers. Hier is de enige echte Jack Spijkerman. Goedavond, goedavond. Dankjewel. 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 Hartelijk welkom bij Kopspijkers. Deze week werd Boudewijn Buug begraven. Boudewijn Buug was een van de favoriete typetjes van Diederik van Vleuten. Hij heeft hem in theater gedaan en heeft het typetje ook hier wel eens gedaan. Maar dat het imiteren van iemand ook samen kan gaan met het bewonderen van iemand, dat horen we nu van Diederik van Vleuten. Een aantal jaar geleden maakte ik een reis door Australië en toen vond ik in een tweedehands boekenwinkel in Sydney vond ik dit boek, The Life of Captain James Cook, het standaardwerk over de grote 18e eeuwse ontdekkingsreiziger. En toen ik dit boek zo zag, moest ik terugdenken aan een paar hele bijzondere afleveringen van De Wereld van Boudewijn Buug. In die afleveringen maakte Boudewijn Buug een reis rond de wereld in de voetsporen van James Cook. En die tocht die bracht hem van Alaska naar Vuurland, van British Columbia naar Australië, naar Nieuw-Zeeland, naar Tahiti en naar Kaapstad. Dat was zeer indrukwekkend. Ik heb dat boek gekocht, ik heb het gelezen en een paar dagen later was ook ik een fan van James Cook, dankzij Boudewijn Buug. En de rest van mijn verblijf in Australië probeerde ik zoveel mogelijk plaatsen te bezoeken waar Cook geweest was. Een hoogtepunt was voor mij het bezoek aan het plaatsje Cooktown in het noorden van Queensland, waar ik aan het eind van een lange warme dag op een heuvel klom die Captain Cook 2,5 eeuw voor mij als observatiepost had gebruikt. En toen ik daar stond, in die stilte van het uitgestrekte landschap, aan het eind van een lange, warme dag, dacht ik aan de man aan wie ik dat allemaal te danken had. Ik dacht terug aan Boudewijn Buug. Het is moeilijk voor te stellen dat Boudewijn Buug er niet meer is. Dat hij er zomaar van het ene op het andere moment tussenuit is geknepen. Ik heb hem nooit persoonlijk ontmoet en dat vind ik heel erg jammer. Ik had hem graag eens bedankt voor al het moois wat hij mij en vele anderen heeft gegeven. Die prachtige reisprogramma's, zijn romans, zijn boeken. En ik had hem ook eens willen bedanken voor het feit dat hij James Cook in mijn leven heeft gebracht en mij tot een echte verzamelaar heeft gemaakt. Want ik heb thuis nu 2 complete boekenkasten vol met boeken over James Cook. Als Boudewijn Buug dat gehoord had, was hij waarschijnlijk gillend weggerend. Want als Buug ergens een hekel aan had, dan was het aan mede-verzamelaars. Buug wilde in zijn passies alleen gelaten worden. Hij wilde met rust gelaten worden. En die rust die vond hij het meest in de beslotenheid van zijn immense, unieke bibliotheek. Daar wist hij zich omringd door de geest van Goethe, Andy Warhol, Mick Jagger, The Stones, The Penguin, The Dodo en James Cook. Ik heb dit boek vandaag meegenomen omdat ik de slotregels uit het boek wil voorlezen aan Boudewijn Buug. Als een klein eerbetoon, als dank voor wat hij mij gegeven heeft en als een laatste verdrietig saluut. Die regels die gaan over James Cook, maar wat mij betreft gaan ze vandaag over Boudewijn Buug, die kleine, unieke, grote man. He was a man of so many talents. Discovery, exploration, geography and navigation. If we wish for more, an ocean is enough, where the waves fall on countless reefs and a great wind blows from the southeast, carried by the revolving world. Goed. Nogmaals, hartelijk welkom bij Kopspijkers, een aflevering met muziek van de dijk met 2 voetballers aan het blok. We praten over cabaret in oorlogstijd. We hebben weer 3 prominente gasten aan het eind die het nieuws gaan bespreken. En dan zou ik nu moeten beginnen met wat u en ons opviel in de media. Er zijn ook ontzettend veel getipt. Jullie zijn weer met hartstikke goede tips gekomen, gefaxt, ge-emailed. We hebben ook het koffertje verloot onder de beste tip. Is gegaan naar Mirjam Goes uit Utrecht. Maar veel van die fragmenten zie je straks in het spel terug en bij de ezel. Want het is weer december en dan komen altijd die mailtjes bij ons weer binnen. Wanneer krijgen we de Sinterklaasband nog eens een keer te zien? Dan hebben we dat 2 jaar niet gedaan. Maar dan dacht ik, nou, dan mag onze bijzondere Sinterklaasband vandaag er toch wel weer eens een keer ingaan. Dus in plaats van wat u en ons opviel in de media, Sinterklaas in de media. Sinterklaasje, Sinterklaas. Hey, Sinterklaasje, kom maar weer.
de knecht amper zitten, allemaal even recht. Misschien heeft u nog even tijd, voordat u weer naar Spanje rijdt. Sinterklaasje, kom even bij ons aan en laat uw paardje buiten staan. We zingen, we springen en we zijn zo blij, want er zijn geen stoute kinderen bij. En we zingen, we springen en we zijn zo blij, want er zijn geen stoute kinderen bij. Nou, de komende 2 jaar komt hij niet meer. En als we dan weer nieuwe fragmenten van Sinterklaas gevonden hebben, laten we hem dan weer zien. Tot zover Sinterklaas die ons opviel in de media. Johannesburg ligt in Zuid-Afrika en het is een beetje de meest criminele stad ter wereld. En die stad kent ook duizenden en duizenden dak- en thuislozen. Frank van Rooij, welkom. Dankjewel. Jij hebt een half jaar in Johannesburg gewoond en op wat voor manier heb jij nog geprobeerd iets te betekenen voor die dak- en thuislozen? Wat mij als eerste opviel was dat op elk kruispunt staan er zo'n 5, 6, maar soms wel 18 op een kruispunt. Wat mij eigenlijk meteen opviel... Van die dak- en thuislozen? Van die dak- en thuislozen, bedelaars. Wat mij opviel is dat ze er eigenlijk allemaal hetzelfde uitzien. Ze hebben een stukje kartonnen bord met daarop geschreven met stift. No job, no food, please help me. Ja. En op een gegeven moment stond ik weer voor zo'n stoplicht. En ik had weer zo'n overview. En toen opeens, ja, ik dacht van, ik moet iets doen. En ik ga nieuwe bedelborden voor ze ontwerpen. Want maar hoe heb je het aangepakt? Kwam je in contact met ze dan? Ik heb dus een hoop tijd besteed aan het benaderen van de mensen. Er zijn er ook een hoop die er niet aan mee wilden doen. Dus ik heb ze eerst geïnterviewd om specifieke wensen gevraagd, want het wordt toch, uiteindelijk wordt het hun borden. Ja. En daarna ben ik teruggetrokken in de studio en heb ik die borden voor ze ontworpen. Je bent borden gaan maken. Nou, laat ik even zien. Deze. Op wie laat ik hem zien, jongens? Op jou? Daar. De tekst is, hi, I'm not dead yet. Unless you stop supporting me with your spare change. Ik ga dood als u me uw wisselgeld niet meer geeft. Dit bord heb je aan iemand gegeven, daar heb je ook foto's van. Kijk, dat is die mevrouw, hè? Die heeft dat bord gekregen. Ja. Had dat dan ook effect dat ze een ander bord had? Jazeker. Want ik had eigenlijk 3 doelstellingen voor mezelf. De eerste was dat zij uiteindelijk meer geld ophalen. Want daar gaat het aan het eind van de dag om. Tweede, dat ze weer gezien worden in het straatbeeld. En derde, om weer een conversatie met het publiek te laten optreden. En dat is gelukt, met name door die nieuwe borden. Want ze werden opeens weer zichtbaar in het straatbeeld. Ja. Laten we nog even één zo langskomen, dat je het grote verschil ziet. Ja, deze, vertel even. Want wat ik zie is dat die man een bord heeft met Coca-Cola letters. Ja. Nou, dat zou de grap kunnen zijn in eerste instantie. Dat mensen denken, Coca-Cola, leuk. Maar dan kijk je een tweede keer en dan zie je dat er broke staat. En dan hoop ik ook dat mensen zich ervan bewust zijn dat die man dus inderdaad broke is. En dat als hij niet geholpen wordt, dat hij dan in het eerste geval overlijdt. En tegelijkertijd is het ook een trap naar multinationals als Coca-Cola. Die zouden natuurlijk ook heel makkelijk budget vrij kunnen maken. Ja. Hoe reageerden die bedelaars op jouw borden? Want uiteindelijk, je hebt er 20 gevonden, geloof ik, die uiteindelijk meewerken. Maar hoe reageerden ze? Ook hele leuke reacties. Er was bijvoorbeeld een oma van 80 jaar, die voog me echt huilend om de nek, alsof ik er een klompje goud kwam brengen.
Ja. Dus het was heel speciaal. En ze haalden meer geld op, hè? Aan het eind van de dag haalden ze inderdaad allemaal meer geld op. Ja. Nog even eentje. Deze. Dit lijkt wel een heel chique bord wat hij heeft gekregen. Hè? Daar rechts op de foto van plexiglas. Maar... Nee, ja. Vertel eens. Nou, het uitgangspunt van deze foto is Timothy. Een hele jonge jongen. Hij lijdt aan lepra. Je kan het zien aan zijn beentje dat onder dat bord vandaan komt. Ja. Maar ik heb als uitgangspunt genomen de photo angle. Want je staat namelijk... De photo angle? Ja, je staat namelijk in de auto van stilverlicht. Op dat en precies de hoek waarop jij hem ziet zitten. En hij zit elke dag precies op die plaats. Dus ik heb dat... Die foto heb ik als uitgangspunt genomen voor zijn nieuwe bord. Ja. Nou ben je hierop afgestudeerd als grafisch ontwerper. Je hebt er zelfs een prijs voor gekregen als meest gedurfd project. Ja. Toch kan ik me voorstellen dat je ook kritiek krijgt. Want ja, je gebruikt wel bedelaars voor jouw project. Dat zou je denken. En daarom heb ik ook, mede als onderdeel van mijn afstudeerproject een krantje erbij ontworpen. Waarin mijn doelstellingen of mijn intenties heel duidelijk uiteen worden gezet. Want inderdaad, als je alleen die borden, dan zou je denken dat ik ze misbruik. Maar... Ik geloof absoluut in je oprechtheid. Dankjewel. Ja, dankjewel. Een onvervalste Feyenoord Ajax of Ajax Feyenoord vanavond. Hij begon zijn keeperscarrière bij Volendam, waar hij geboren en getogen is en nog steeds woont. Toen ging hij naar Engeland. Toen riep Feyenoord hem, daar kon hij tweede keeper worden. En van Feyenoord ging hij naar Vitesse, daar kon hij eerste keeper worden. En na twee seizoenen Vitesse ging hij weer terug naar Feyenoord. Want daar wilden ze hem toch als eerste keeper hebben. Hij is nu even geblesseerd, maar dat is van tijdelijke aard. Edwin Soetebier. Hoe is het met de blessure? Nog niet goed. Nog niet goed? Nee. Je gaat nog niet meedoen? Nee, het is zeker tot na de winststop. Ik wens je sterkte. Hij gaat spelen tegen de man die zijn actieve carrière begon bij FC Utrecht. En via Wageningen ging hij naar Twente. Daar werd hij Mr. Twente, een soort eretitel. En toen riep Ajax. Hij kwam naar Ajax, maar Ajax raakte een beetje in de versukkeling. En hij werd verhuurd aan Fortuna. En toen kwam Koeman bij Ajax. En toen mocht hij weer terug. En zit hij weer gewoon bij de selectie van het eerste elftal. Een opmerkelijke voetbalcarrière. Ondanks dat een van zijn onderwijzers op de lagere school hem een jaar lang verbood te voetballen op het schoolplein. Jan van Halst. Ja. Jan, die onderwijzer die jou het voetballen bijna onmogelijk maakte, zie je die nog wel eens? Ik kan er nou weer tegen, ja. Een zware tijd geweest. Ja, een zware tijd geweest. Maar je ziet hem nog wel eens. Heb je nooit een neiging gehad, ik geef hem een klap op zijn kop? Nou, toen wel, ja. Nee, maar dat was echt een tiran, die man. Dat was geen leuke tijd. Ik was zijn onderwijzer. Ik heb hem echt verboden een jaar lang te voetballen. Ja. Heren, fragmenten uit de actualiteit. Maar ja, als je twee voetballers hebt, dan begint het natuurlijk met fragmenten uit hun voetbalcarrière. Jan, de eerste is voor jou. 29 oktober jongstleden, Juventus Feyenoord. Edgar Davids mag voor Juventus een vrije trap nemen. Edwin Soetebier staat op doel. Alle mankracht van Feyenoord teruggeroepen. Davids achter de bal. Doelpunt of mooie redding? Doelpunt of mooie redding? Toen waren wij zelf in het buitenland met Ajax, dus ik heb die wedstrijd niet gezien. Nee. Dus nou een probleem. Kijk. Staan ze ik goed? Ik denk dat spitsje daar van Juventus tikt hem nog even aan. Ik denk een doelpunt. Juist. En hij scheurt meteen zijn knie af, denk ik. Is dat een wedstrijd met die blessure? Wordt een gezellig fragment. Ja, nee, hij denkt een doelpunt. Laten we kijken. Davids achter de bal. Let op. Ternauwernood. Let op. Is dat een redding? En ontsnapt Soetebier. Yes! Het is een fantastische redding van Edwin Soetebier. Ja. Nee. Ja, Edgar Davids heeft helemaal niet gescoord. We gaan naar jou, Edwin. Ik heb een moment van Jan van Halst. Roda Twente, 1993. Edwin, broeders. Opgepikt van Halst. Schiet eens met links. Ja, nou hoor je die verslaggever zeggen, schiet eens met links. En Jan, gehoorzaam mannetje, ik ken hem niet anders. Hij schiet inderdaad met links, maar was dat nou een goede tip van die verslaggever of niet? Ik denk voor die Twente-speler die ervoor staat, geen goede tip. Want ik denk dat hij hem vol er tegenaan schiet. Dus jij denkt dat het geen goede tip was? In dit geval niet, nee, denk ik. Laten we kijken. Weet je het nog? Op de pikste hals. Zelfde hals. Schiet eens met links. Ja. Ja, maar hij zit wel. Ja, oké. De hals staat in de hals. Ja. Via de rug van Mols
En er is geen sprake van buitenspel. Natuurlijk. Het was een wereldtip. Ja, nou, was zou ik slaan dan? Nee, ja, hij toch niet. Nou ja, sla jij dan ook maar. Sla jij dan ook maar. Dan kan mij dat allemaal spelen. Oh, dat is slaan. Heren, we gaan naar een fragment uit de actualiteit. Christine van der Horst. Die heeft een middagprogramma. Dat heet Lunchroom. Wel eens gezien? Ja. Jij wel? Jij? Elke dag. Elke dag? Oké, okay. Ja, je hebt ook wel eens gasten. Dat is niet voor niks voetballen. Ja, dat is waar. Nou goed, nou heeft ze in dat programma ook een quizje. En dat is een belspelletje, want er moet natuurlijk weer geld verdiend worden. Laten we even kijken. Marja? Ja, hallo. Hallo Marja, een hele goede middag met Christine spreek je. Goedemiddag. Jij denkt een aantal of één antwoord voor mij te hebben? Ja, ik weet ze alle drie. Weet je ze alle drie? Ja. Dan ga ik ze even noteren. Ja, nou wil ik weten, welke vraag moet zij beantwoorden over deze drie heren die we allemaal kennen? Welke vraag moet die mevrouw beantwoorden? Het is een pittige vraag. Leeftijd. Oeh, wat is het, de doelgroep? Seksuele, de doelgroep, nou jullie een beetje. Ja, dat moet niet te moeilijk, jullie kijken. Niet te moeilijk wie ziet er het mooiste uit zonder haar? Wie ziet er het mooiste uit zonder haar? Dat is een pittige vraag. Ja, ja, het is een rare vraag, vind ik ook. Ik vind een beetje een lullige vraag. Ja. Oh, twee Ajax. Nou, wat suggestie? Leeftijd, seksuele geaardheid? Even kijken, ook een beetje in de Sinterklaas. Hoe heten hun partners? Wie van deze drie... Partners? Wie van deze drie doet het met de ander niet? Ja. Antwoord bekend. Jij gaat mee. Ja. Wie van deze drie doet het met de ander niet? Nou, luister naar welke ongelofelijke vraag deze mevrouw moet beantwoorden. Weet je ze alle drie? Weet je ze alle drie? Ja. Dan ga ik ze even noteren. Wie denk je te zien? Marco Borsato. Marco Borsato. Jacques D'Ancona. Jacques D'Ancona. En Gordon. En Gordon? Ja. Serieus? Ja. Nou, kijk eens. Het is allemaal goed. Nou ja. Denk je dat je hier de boek aan gaat bij ons, Marja? Oh, hartstikke goed. Want je bent de eerste die ze alle drie weten ontcijferen. Dat is niet echt moeilijk, hè? Vind je? Ze hoeft alleen maar te weten wie het waar. Vind ik toch een klap verdiend. Ja. Vind ik, we gaan tol slaan, ja. Ja, dat is een goede klap, Jan. Je mag hem recht zetten, wat? Je mag hem recht zetten. Als ik hem recht zet. Laat mij dat nou even... Hij staat weer. Ja, daarom. Laat mij dat nou even doen, man. Hij speelt uit, hè? Hij speelt... op dit moment ben ik voor allebei. Geintje. Een voetbalmoment uit de actualiteit. Edward van Kuilenburg, die presenteert de Gouden Gietsdivisie bij SBS Sport. En hij is aangekomen bij Emmen, Stormvogels Telstar. De wedstrijd Emmen tegen Stormvogels Telstar. Emmen staat keurig derde, maar vorige week kregen ze met 7-1 op de broek bij ADO Den Haag. En ook aan de andere kant niet zo'n lekker verhaal, want de tegenstander Stormvogels heeft de laatste 6 wedstrijden... Ja, de tegenstander Stormvogels Telstar heeft er van de laatste 6 wedstrijden puntje verloren. Het gaat niet goed met Telstar, maar hoeveel wedstrijden van de 6 hebben ze er verloren? Wie het dichtst bij zit, mag slaan. Gokje. Na 13 wedstrijden. Ja, maar van de laatste 6, daar hebben we het over. Hij zegt, van de laatste 6 wedstrijden hebben ze er... Nou, hoeveel verloren? Gokje. Als het heel slecht gaat. Ja? Doe, gokje. 6. 6? Dat ze gewoon alle 6 verloren hebben. Anders ga je het niet aangeven, denk ik. Anders ga je het niet zeggen. Denk ik. Alle 6 verloren. Van de laatste 6 wedstrijden hebben ze er 6 verloren. Laten we maar luisteren. Ook aan de andere kant niet zo'n lekker verhaal, want de tegenstander Stormvogels heeft de laatste 6 wedstrijden 7 keer verloren. De ploeg uit de staat 11e. Ja, dan gaat het echt slecht hoor. Hij wist uitslag wel. Ja. Nou, jullie zaten allebei het dichtst erbij, dus ja. Allebei slaan. Gaat ie. Ja, dat is een mooi goed klap. Ja, Jan. Ja, ook goed. Ja, oké, heren. Ik heb nog een voetbalfragment uit de actualiteit. Uit de Bundesliga. Kaiserslautern tegen Bayern München. En Pizarro komt erin. Wissel. Aan Bayern zijn kant. Voor het laatste kwartier. Elber gaat naar de kant. Pizarro gaat erin komen. Ja, komt hij. En let nu op. Hij heeft hem behoorlijk vast. Nou wil ik weten, waarom staat hij zo uitgebreid in zijn kruis te graaien? Is dat om, ik geef een suggestie, klinkt raar, omdat in Duitsland, klinkt raar hoor wat ik zeg, in Duitsland moeten reservespelers, als ze het veld inkomen, altijd aan de scheidsrechter aangeven hoe lang die is. Denk je dat dat het is?
Ja, ik ze zijn wel punctueel daar, maar... Maar dat gaat te ver. Nou, mogelijkheid B. Of het is Duitse Gründlichkeit. Je weet, eenheid, uniformiteit. De afspraak is, alle spelers dragen hem links, dus hij legt hem ook even naar links. Is dat het dan? Dat zou kunnen, maar... Dat komt wel meer in de buurt, ja. Ja, meer mogelijkheden heb ik niet. Dus of hij moet aan de schijf... Ja! Of hij moet aan de scheidsrechter opgeven wat het formaat is. Of ze moeten hem verplicht allemaal links dragen. Nou ja, dat kan ook zijn. Nee, deze twee mogelijkheden niet. Nee, dat is het niet. Het is wat anders. Ja, zo ken ik je nog van wat kroegig zijn ook. Nee, nee. Deze twee mogelijkheden. Nou, meester, dan ga ik voor optie 2. Jij gaat voor optie 2? Ja. Oké, okay. Lijkt mij ja, de eerste. Jij zegt de eerste? Ik denk ook. Dat nee, ze, nee, dat nee, ze nee, aan de scheidsrechter nee, moeten laten zien nee, hoe groot hij is. Nee, dus jij gaat mee voor de tweede? Ja, absoluut. Nou, laat maar kijken dan. Let op. Kijk, kijk, scheidsrechter, zo groot. Ja, ja. Sta maar, doe maar. Even deze wat dieper zetten. Oh, 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 oh. Jeetje, ja, ik wil... Jan. 2-1, ik bedoel, dit is je nodigt ze uit, man. Doe maar. Maar wat is het precies voor blessure? Wat is het... Ik vind het thuis. Niks aan de hand. Nee, even de tafel. Ja, oké. Okay. Zo. Nou. Ja, hij is zo is eerlijk. Zo is hij eerlijk. Heren, we gaan voor de klap met de grote hamer. Hier, grote hamer. Is hij wel heel? Ja, die is heel. Ja, vorige keer ging hij helemaal nog hoort. We gaan voor de grote hamer. Edwin, je moet het kunnen winnen. Ja, ik kan zondag niet op de tribune bij Ajax gaan zitten op deze manier. Maar goed, als jij dat op je geweten wil hebben, moet je dat maar doen. Het komt uit de Engelse competitie. Het heeft gesneeuwd. Dus wordt er gevoetbald met een oranje bal. Zit. They started off with an orange ball. Ja. But where do they go from there? At half time, the ball bursts. De bal is lek. Met welke kleur bal zijn ze in de tweede helft verder gegaan? Met wat voor kleur bal? Jan. Nou, het is nou wel redelijk groen, dus er kan wel met een witte bal gespeeld worden, denk ik. Met een witte bal. De rest van het veld is niet groen, hoor. Ik zeg het er maar bij. Oh. Dit is alleen strafschopgebied. Oh. Wat voor kleur bal? Edwin. Gele? Nee. Jan? Zwart. Nee. Blauw. Nee. Paars. Nee. Helemaal geen bal. Zijn ze wel doorgegaan? Ze zijn doorgegaan, zijn maar helemaal door. Geen bal. Groen. Nee. Ja, we moeten hem wit. Dat zeg ik toch net. Nee, maar... Dan moet je met... Nee, maar je moet... Geef hem nou als kleur. Wit. Hij zegt wit, ik zou meegaan. Hoe gek het ook klinkt, ik zou meegaan. Nou, ik ga mee. Maar vind het goed bedacht van Jan. Ja, wit. Wit. Laten we eens kijken hoe ze verder voetbalden met een witte bal. Kijk, daar heeft hij hem in zijn handen. Hij gooit in en let nu op. Daar gaan we. En af en toe zie je hem. Daar, zie je, daar rolt hij. Dat is lekker. Dat is geweldig. Let op. Goed, hè? Leuk voor de toeschouwers. Dat is geweldig. Wat denk je? Hij gaat op doel af. Hij schiet. En een doelpunt. Niemand heeft hem verder gezien. Geweldig fragment. Hij ging inderdaad met een witte bal. Nou, heren, allebei goed. Jij begint. Dan weet Jan hoeveel hij in moet halen. Snap je? Ja! Heel goed. Jan, er staat je wat te doen. Wacht even, Jan. Mis? Mis, zo'n stuk ernaast. Het is het weer. De grote hamer. Oh, Jan van Alst, de kleine hamer. Dank jullie wel allebei. Algemeen wordt de Fransman Aristide de Bruant gezien als de grondlegger van het cabaret. In 1881 was dat en dat cabaret waaide over naar Nederland. En vanaf toen is er onder alle omstandigheden cabaret gemaakt. In goede en in slechte tijden. Ook in de Tweede Wereldoorlog. Zelfs in kamp Westerbork. Wat voor veel Joden een tussenweg was op weg naar Auschwitz. Zo kwamen de treinen aan in het kamp Westerbork. Dan vindt de registratie plaats door het Joodse kamppersoneel. Daarna kan men het kamp binnengaan.
En men vlucht in het werken voor de Duitsers. Wie werkt mag blijven. Daarom vlucht men zelfs in het kamp cabaret. Wie optreedt, wie succes heeft, wordt niet gedeporteerd. Het toneel waarop men speelt is gemaakt uit planken van de synagoge in Assen. Meneer De Wijze, welkom. In oktober 1942 bent u met uw familie opgepakt door de Duitsers. En naar kamp Westerbork gebracht. Ja, door Nederlandse agenten. Ja. Hoe kwam u als gevangene bij dat cabaret terecht? Ik had voor de oorlog ook al diverse keren met bandjes. Had ik dus mijn plezier beleefd op school ook. En toen werden er dus mensen gevraagd voor die kleine rolletjes. Ik heb daarvoor mijn best gedaan en werd aangenomen. Juist. Maar waarom was er eigenlijk cabaret in een concentratiekamp? Dat is een hele moeilijke vraag te beantwoorden, maar ik weet wel ongeveer waarom. Er was dus een commandant, een SS-commandant Gemmeke, die dus het anders deed dan zijn voorgangers. Die dus rust wilde bewaren, zelfs tussen de transporten door. En die dus zelf ook wel een liefhebber was van voorstellingen, van toneel, van cabaret waarschijnlijk, want... Als hij aanwezig was, had hij een hele rij voor zichzelf genomen. In wat voor taal gebeurde dat? Was cabaret? Altijd in het Duits. Was in het Duits. Dat was verplicht om het in het Duits te doen. Ja, dat was absoluut verplicht. Want dan konden de Duitsers volgen waar jullie het over hadden. Dan konden ze volgen waar we het over hadden. En met Nederlands had je nog wel wat dubbelzinnigheden kunnen uiten. Waardoor dus men twijfels zou kunnen krijgen over wat het werkelijk meende. Ja. Dat is raar. In de omgeving van Westerbork, met de dood op uw hielen... Familie werd afgevoerd, vrienden werd afgevoerd, kennis werd afgevoerd. Je wist dat ze naar de vernietigingskamp gingen. Lijkt het me nogal moeilijk om dan vrolijk cabaret te doen. Voelde je zich niet schuldig op zo'n moment? Ik voelde me dus eigenlijk niet schuldig. Ofschoon ik wel goede vrienden nu nog heb die het niet begrijpen dat ik daaraan deelgenomen heb. Ja. En daar ben ik nog steeds bevriend mee, maar dat is een mening. Zelfs die democratie die was daar aanwezig. Ja. Maar werd u er door mede gevangenen niet op aangekeken van je hult nu met de Duitsers? Nee, dat was zo werd beslist, dat niet ervaren. Zo werd het niet ervaren. Er waren mensen die dus, daar dus beslist niet naartoe gingen naar zo'n voorstelling. En bovendien, er was maar een beperkt aantal zitplaatsen. Dus niet iedereen kreeg een kans om een zitplaats te krijgen als hij dat had willen doen. Maar dat is dan wel weer oneerlijk ook. Dat is oneerlijk, ja. Maar in die omstandigheden is dus het zo dat je dus toch, als je kunt en je van kunst houdt en van cabaret houdt, toch probeert een plaatsje te krijgen. Was het ook een manier van overleven? Het is een deel van het overleven. Want ik heb dus nog meerdere concentratiekampen, een stuk of zeven achter mijn rug. En zelfs in Auschwitz was er met oud en nieuw soms een of andere... man die Charlie Chaplin imiteerde, ik noem het wat. Ja. Dat cabaret, u heeft hier nog een origineel programmaboekje. Want u heeft heel veel bewaard. Dankzij die bewaardrift van u zijn er ook heel veel liedjes nog. Uw naam komt hier ook in voor. Even kijken, ik heb uw naam zien staan. Ja, Louis de Wijze. Samen met Jetty Kantor. Samen met Jetty Kantor, kun je het zien daar. U heeft ook al die tijd de liedjes bewaard. En dat is nou zo bijzonder, u heeft die... liedjes op een cd gezet. Ja. Cabaret in kamp Westerbork. Heeft ze opnieuw ingezongen. Nou heb ik een liedje uitgezocht. Dat heet, en dan moet ik even goed kijken. Als ik het verkeer, Wenn ein Paketchen komt. In het Duits. Waar ging dat liedje over? Nou, dat ging erover dat de mensen die een pakketje ontvingen af en toe. In het begin mocht dat nog. Heel erg blij waren. Want daar zaten dus... Van familie uit het land. Die van familie of van een meisje of van bekenden. En dat was een bijzondere... bijzonder heugelijk feit dat je dan een pakje en die week, de inhoud daarvan week wel af van het kamp eten. Ja. En de vreugde was zo groot dat uiteindelijk in het cabaret is daar een liedje over gemaakt. Daar is een liedje over gemaakt. En, laten we even luisteren naar een stukje van Wenn ein Paketchen komt. Wenn ein Paketchen komt, dan freut sich groß und klein. Wenn ein Paketchen komt, ist auch beim Regen Sonnenschein ein Päckchen gut verschnürt, ganz ohne Spesen. Man kann nicht schnell genug den Knoten lösen. Wenn ein Paketchen kommt, ist auch der Kranke nicht mehr krank. Und er schreibt sofort ein Kärtchen, besten Dank. Weet je wat nou? Het is zo onwezenlijk dat deze liedjes zongen werden in kamp Westerbork.
Waar al die Joden zaten die allemaal afgevoerd werden naar Auschwitz. Het doet zo onwezenlijk aan. Kunt u zich dat voorstellen? Ik kan het me wel voorstellen dat men met name nu denkt nadat men alle gruwelijkheden kent. Maar in die tijd was het zo, het was eigenlijk, je zegt je wik op de bühne. Ja, net ja. Zo goed als er dus elektriciëns waren. Er waren timmerlieden waren. Ja. En die elektriciën die maakte ook een stopcontact goed. Uiteindelijk moest u dus ook naar Auschwitz. U vertelde het al. U heeft Auschwitz overleefd, in tegenstelling tot veel van uw familie. Ja. Nu geeft u lezingen in heel Europa, maar ook op scholen in Nederland. Wat geeft u de scholieren mee? Ik geef de scholieren mee dat ondanks al het ellendige wat er gebeurt in de wereld, ze toch moeten begrijpen dat we verder moeten met mensen leven. Dat de mensen dus een andere kleur hebben, of een andere neus hebben, of een andere kleur haar hebben. Dat dat helemaal niet belangrijk is. Belangrijk is dat je aardig bent tegen mensen en vertrouwen hebt in die mensen. En dat we toch weer verder moeten en leven moeten met elkaar. Ondanks dus de geschillen die we soms hebben. En dat probeer ik ze wijs te maken. En dat nemen ze ook van mij aan. Ze vragen wel eens, dat is misschien wel eens aardig, om dat toch nog even te vertellen. Hoe denkt u nu over de Duitsers? En dan zeg ik, nou, Duitsers, jonge mensen en mensen van middelbare leeftijd hebben geen enkel probleem mee. Maar als ik er af en toe eens eentje zie van mijn leeftijd, dan denk ik altijd, vader, hoe lang heb jij met je rechterhand in de hoogte gestaan en wat voor pak had je aan? Dank je. Ik dank u wel. Heel erg. De Gouden Ezel bestemd voor die man, vrouw of instelling die ezelgedrag vertoont. Vorige week kwam als kandidaat bij Carlo Bossart, die dikke mevrouw aanzag voor een zwangere mevrouw. We hebben weer nieuwe kandidaten, daarover heeft u ons getipt. De eerste. Wij vonden een ezel in de stal van Big Brother. Ja, weer één. Een van die Big Brother mensen, die was namelijk binnen 24 uur heen en weer geweest naar Afrika. Nou staat dat Big Brother huis in Almere. Ik weet niet of jullie hier weten wat de afstand is. Almere, Afrika. Maar als hij dan zegt dat hij binnen 24 uur heen en weer is geweest van Almere naar Afrika, welke vraag stelt zijn mede-Big Brother dan? Iets minder dan 24 uur in donker Afrika geweest. Nee. Ja. Het vliegtuig. Met het vliegtuig. Nee, met de fiets. Nou goed. En heeft Caroline Tensen een nieuw programma. En het zit me tot hier. En zo heet dat programma ook. En daarin lost Caroline Tensen problemen op. Echt problemen van mensen. En hij is een mevrouw en die mevrouw is maar 1,10 meter groot. Die is zo. En die heeft moeite om meubels te vinden op haar maat. En ze vertelde ook dat ze de hele leven al gepest was met dat ze zo klein was. En dan gaat Caroline Tensen met die mevrouw meubels kopen. Maar wat voor muziekje zet ze er dan onder? Ik nodig heb, dat kan ik niet. U heeft al zoveel geprobeerd, ja, dat doet u niet meer. Maar dat is, nee, dat heeft allemaal geen zin. Want ik vind toch niet wat ik... Ja, nou ben ik toch heel eigenwijs, want ik wil toch met u gaan winkelen. Ja. Kabouterplop. Nog een kandidaat. Vanessa. Vanessa was op de miljonairsbeurs. Kijk, en speciaal voor die beurs had ze de lippen wat extra op laten vullen. De wangen een beetje extra in laten spuiten. Nieuw haar laten inweven. Nieuwe wenkbrauwen laten graveren. Voor een tonnetje of wat oorbellen gekocht. Kortom, ze had een godsvermogen uitgegeven om een beetje knap voor de dag te komen op de miljonairsbeurs. Dan vind ik het ontzettend dom als je je jurk dan uit de grabbelbak van CNA gaat halen. Als je dan voor 30 euro een te klein jurkje koopt waar je tepel voortdurend uithangt. Wat niet zo heel goede haargroei geeft, dat is dunne haartjes. Maar met die booster van ons kreeg je gewoon je eigen haartje, dikkere haren. En hun wilden dat we dat niet meer samen in één pil deden. En daar waren de gesprekken. Dat is toch wel armoedig, hè, dan, hè? Goed, u beslist wie er naar de eindronde gaat. Is dat Vanessa met een te klein jurkje? Is dat Caroline Tensen die onder een kleine mevrouw die de problemen heeft gebouwd? Ja. Of, kan het vragen, of is het die Big Brother die... Nee, het is de... Nee, goed. Had zij naar de eindronde. Oké.
In juni van het jaar vierde de dijk het 20-jarig jubileum met fantastische concerten in Amsterdam en Rotterdam. Afgelopen zomer kwam hun cd uit, Muzikanten dansen niet. En afgelopen week kwam daar de single van uit. En die gaan ze hier uitvoeren. En dat doen ze aangevuld met de blazerssectie van de Hot Haarlemmerdijkhorens, De Dijk! Niet zo gek. Die staan achter in de zaal te zwetsen uit hun nek. Muzikanten dansen niet, die hangen aan de bar. Op het zaalgeluid met mijn haren in de war. Muzikanten dansen niet, ook niet voor hun plezier. Pas als het echt niet anders kan. Er is niemand die het ziet, als muzikanten dansen, is er niemand, niemand die het ziet, want muzikanten dansen niet. Muzikanten dansen niet, anders dan iedereen. Ze staan liever op de gastenlijst en lullen er doorheen. Muzikanten dansen niet, dan krijg je ze niet voor. Altijd aan het werk, maar dat heeft niemand door. Er is niemand die het ziet, als muzikanten dansen, is er niemand, niemand die het ziet. Wij gaan het nieuws doornemen met drie gasten die prominent in het nieuws waren. Allereerst is hier Glamour-verslaggever Gert-Jan Dreugen. En dan voormalig minister van Defensie Joris Voorhoeven. En volkszanger André Hazes. Goed. Meneer Dreugen, meneer Voorhoeven en André Hazes, welkom. We gaan de week doornemen. Ja.
Ja, dat is een weg eventjes, de week. De week doornemen. Maandag, dinsdag, woensdag. Ja. Maandag, dinsdag, woensdag. Nee. Als je thuis zit, is dat makkelijk, hè? Ja, weet ik, maar nee, we gaan... Donderdag. Donderdag, hè, wijsneus. Ja. Nee, maar we gaan het nieuws door. Omgevallen boekenkast. Nou, ik dacht, er is informatie die naar boven komt, die naar boven op mijn tafel moet komen. Dus ik dacht u te helpen, maar ja. Ik hou verder mijn mond wel. Goed. André, jij maakte deze week bekend dat je volgend jaar weer gaat optreden, maar dan in de arena. Zenuwachtig? Nou, ik blijf er al heel nuchter onder. Ja. Nou ja, maar ik las dit. Haas is nu al nerveus voor concert in juni. Ja, je hebt gelijk. Ik krijg geen hap in mijn keel. Precies. Goed, ik kom straks nog wel even bij u terug. Meneer Dreug, ja. Ook welkom. Ja. Afgelopen week was in Amsterdam de miljonairsbeurs. Ja, dat was meer de ordinaire beurs, hoor. Ja? Ja, nou, echt, mensen met echt geld wilden natuurlijk helemaal niks mee te maken hebben. Er waren geen miljonairs? Absoluut niet, nee hoor. Nee, zo wordt het boekenbal altijd gehouden voor mensen die graag schrijver willen worden. En de landbouwraai wordt gehouden voor boeren die eens lekker naar de hoeren willen. Nou ja, ik heb een aantal beelden van die miljonairsbeurs op een rij gezet. En dan zou ik willen vragen of u dat is van uw commentaar wil voorzien. God, maar dat kan het toch helemaal niet? Tuurlijk wel. Dat kan niet alleen proviest, kan dat toch? Probeert u het. Ik doe dat altijd een keer of 18 ja, of... Probeert u het. Dag, God, kijk, ja, de komende beelden. De miljonairsbeurs voor hen die op veel te grote voet leven. Je hoeft je als miljonair tegenwoordig niet meer te generen voor je geld. Wel voor je vrouw. Deze mevrouw smeert toch even gauw wat mascara op haar bovenlip. De klinieklowns waren ook gekomen. De hele nacht van de lach werd nog eens dunnetjes overgedaan. Ja, god, wie zijn dit dan? Wat moet ik daarmee? Daar kan ik toch helemaal niks mee? Oh, dat is Jort Kelder. Jort Kelder wachtte op zijn chaperone Willem Ensta. En dit is Marijke Helwegen, het gezicht van Vleeswaar Nederland met haar nieuwe bovenlip. Oh, dit is het monster van Breukhoven. Die had een pruik van een etalagepop afgewipt. En voor de Arabische miljonairs was er een standje van Al-Qaeda. En het bleef nog lang onrustig in de stad. Meneer Voorhoeven, als ik even naar u mag. U bent jarenlang buiten de publiciteit gebleven. En nou opeens het grote nieuws dat u zo enorm met generaal Cousy overhoop heeft gelegen. Sterker nog, Voorhoeven wilde Cousy ontslaan. Ja, ik heb dat inderdaad overwogen. Ik heb dat zelfs vrij sterk overwogen. Ja. Ik heb zelfs op het punt gestaan om hem heel ferm de waarheid te vertellen. Maar dat is er eigenlijk nooit echt van gekomen. Nee. Maar waarom niet? U was toch de baas? Ja, dat was voor mij ook een van de opmerkelijke uitkomsten van deze enquête. Ik was dus de baas. En daar hebben ze me dus niets van verteld. Niet. Nee, dat is dus die doofpot. Dat hebben ze voor me achtergehouden. En achteraf zeg je, ja, er waren natuurlijk wel aanwijzingen voor. Ik had natuurlijk het grootste kantoor. Ja. Ik had die auto met chauffeur. Ja. Ik werd aangesproken met excellentie. Maar ja, dat is natuurlijk wijsheid achteraf. Ja, maar volgens generaal Cousy gaf u orders die helemaal niet uitvoerbaar waren. Ja, ik heb gehoord dat die jongens die mochten, en na afloop toen ze klaar waren, mochten ze niet eens een pilsje drinken toen ze klaar waren met de affaire van Sabrina. Nee, correctie, zo is het niet helemaal gegaan. Nou, meneer Voorhoeven, als ik dat even voor de kijkers mag uitleggen wat er aan de hand was. Dat ging over het bier drinken. Toen ze uit Srebrenica kwamen, toen zijn ze naar Zagreb gegaan. En daar verbood u dat ze bier dronken of zo. Zoiets. Nou, nee, zo is het niet helemaal gegaan. Dat toch is verkeerd niet. In de publiciteit gekomen. Ik heb het anders gezegd, dat heeft ook in de krant gestaan. Even kijken hoor, dat de opgeluchte Dutchbatters van Voorhoeven na aankomst in Zagreb geen biertje mochten drinken. Verwijst hij naar het Rijk der Fabelen. Nooit over gesproken. Twee alcoholische drankjes is een toegelaten standaard in de mes. En de fine mess it was. Ja. Twee biertjes. Twee biertjes. En dan drink ik zorgens om weer nuchter te worden. Ja. Hey. Nou ja, wat in ieder geval mijn bedoeling was na het drama van Srebrenica, ja. Was dat er niet een jubelstemming zou ontstaan. Dus ik heb toen ook gezegd ho, 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 ho. Maar voor ik het wist stonden ze met twee handen op mijn schouders en liep ik vooraan in de Polonaise. Ach. Ik heb nog overwogen om daaruit te stappen, maar... Daar is het eigenlijk nooit echt van gekomen. En de beelden van de Polonaise van Dutchbat gingen over de hele wereld. En het bleef nog lang onrustig in Society Minnend Zagreb. Gaat het weer een beetje, meneer Voorhoeven? Oh,
twee biertjes. Dan poets ik soms mijn tanden bij. Dus u zou niet in dienst willen? Nee, ik zou niet leeg gaan. Nee, dat dacht ik al. We hebben selectiecriteria. Ja, dat is wat wel. Goed. Gert-Jan, ik wil even naar jou. Je zit tegenwoordig bij Net 5. Ja. Maar wel gewoon met je oude programma Glamourland. Ja, goed. Ja, ik zou wel wat anders willen. Maar ik kan het ook eigenlijk niet veel anders. Hè. Het is gewoon vuur die amalgam is gaan blijven plakken. Ja. Ik zat van de week op die Troscruise in de Caribe, ja, verschrikkelijk. Echt met Caroline Tensen en Hans Kazan en Danny Christian. Nee, helemaal en zo. Nog ja, een echt, echt verschrikkelijk. En dan denk je ook, waar is de Bermuda-driehoek als je hem nodig hebt? Ja, verschrikkelijk hoor. Ja, maar wordt u er zo langs wel niet gek van? Weer Vanessa, weer Gerard Joling, weer Jan de Boer. Ik ben zo bang dat ze op een begrafenis komen. Ja. Ja, dat ze dan zeggen, gaat het weer een beetje, meneer Dreug? En dat het dan helemaal niet gaat. En dat ik dan geen stemmetjes meer overheen kan zetten en rare bekken kan trekken of zo. Ja. Mag ik dit blikje meenemen? Ja, voor mij wel. Ja, want ik heb een verzameling, spaar ze. Spaart ze? Ja, ik spaar de bier. Wat een leuke liefhebberij, zeg. Ja, dat is hartstikke mooi. En waar bewaart u dat dan? Bewaart u dat ze op uw lichaam? Ha! Nee, wat is het? Of in de kelder gewoon? Nee, ik heb een aantal exemplaren van mijn verzameling meegenomen. Oh, die gaat u laten zien? Dat is heel bijzonder. Ja, ik heb dus hier bijvoorbeeld... Heb ik dus uit 1870, hè? Ja? 1870. Heel bijzonder. Maar ik heb een beetje kijken zo ook eerder? Zo bijzonder. Ja, maar ik wil niet zeggen, de dop is af, hij is leeg. Ja, als je leesboeken spaart, heb je ze er ook uitgelezen. Ja. Ik kwam op het idee van Bouwaanboeg. Oh. Bouwaanboeg met Baart en van Dorp. Ja. Ja, die zei van, de bibliotheek is 's nachts nooit open, dus ben ik zelf aan een bibliotheek begonnen. Ja. Nou, dat is precies wat ik heb met de Gal en Gal in Vinkenveen. Ja. Deze is ook hartstikke mooi. Het is een collector's item, hè? Ja. Collector's item. Was daar sowieso dat dan? Ja, die is vol. Is dat zo'n unicum? Ja, dat ken je mij nog niet. Ja, godverdomme, ik maak hem open ook. Godverdomme. Ja, je moet toch kunnen genieten van je collectie. Ja, maar meneer Hazes, als u dat nou zo hoorde van Boudewijn Buch, hè, en kan ik zeggen, maar, u rookt nogal veel en u drinkt. Ja. Ja. Nou, jij gaat ook lekker. Ik bedoel, ja. Ja, maar... Ik werk wel aan mijn conditie. Toch wel? Ja, ik draag wekenlang een joggingbroek. Ah ja, op die manier. Nou, ik wil u danken voor uw komst, want u gaat zich voorbereiden op het concert, heb ik begrepen. Ja, ik ben een groot bewonderaar van uw werk. Oh. Ik vraag me af hoe u dat altijd volhoudt. Het lijkt me topsport. Ja, zeker topsport. Ik heb op de bühne heb ik ook een fles met zuurstof staan. Hè? Oh, dus u krijgt wel luchtsteun. Oh, wacht. André, wacht. Het schiet me nou te binnen. In de arena is een alcoholverbod. Wat? In de arena. Ja, dat is zwaar. Als André de zwaar, dan mag je absoluut niet drinken. Dat ben je niet. Maar je mag niet drinken. Zal ik jullie weer de hele boel afgelasten? Ja. Dat schiet niet op. Dat kan niet doorgaan. Ja. Hey, dan moeten we naar de Heineken Musical. Oh ja. Ja. Of nee, we kunnen naar de Martini toeren. Ja, dat kan ook, ja. Meneer Voorhoeven, even met u nog. Wat zijn uw plannen verder nu? Wat gaat u doen? Nou, ik denk dat ik de komende weken lekker ga wandelen met de honden. Ik heb twee labradors. Oh ja? Ik lekker de heen. Honden? Ja, Koesie en Van Baal heten ze. Oh. En willen Koesie en Van Baal een beetje luisteren? Nou ja, ik kan zeggen wat ik wil. Zit, lig, geef poot, val dood. Maar ze verdommen het om te luisteren. Soms heb je wel het idee, hier stinkt iets en dan... Zitten ze gewoon achter mijn rug in de keuken een dikke drol te draaien. Ja. Maar u bent toch het baasje, dan kunt u ze toch naar het asiel brengen? Ja, dat heb ik inderdaad wel overwogen, maar het is hier eigenlijk nooit echt van gekomen. André Hazes, Joris Voorhoeven en Gert-Jan Dreugen, dank voor jullie komst. Dit was Kopspijkers, volgende week zijn we met een nieuwe aflevering. Prettig weekend! Dankjewel. Waar ik in het begin dus vrijdag zei, moest maandag zijn. En waar ik dinsdag zei, was donderdag. Ja. Woensdag was januari. Stop. Ik zet één joker in. Ik was niet zeker of januari een dag was.